De reden dat we voor onszelf zijn begonnen is ook omdat we allebei in de kredietcrisis onze baan zijn verloren. Ja, kregen we geen geld van de bank. Het was kredietcrisis. Alle spaarcentjes erin en soms gaat het lukken of gaat het niet lukken. We hadden wel allebei echt de tranen in de ogen staan. We hadden zo zin om te beginnen. Alles stond klaar. En dan kom je in zo'n flow. Dan gaat het balletje rollen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Sleutelmomenten, waarin ik in gesprek ga met een ondernemer over zijn of haar drie belangrijkste momenten die bepalend zijn geweest voor waar de ondernemer en zijn of haar bedrijf nu staan. En deze serie maak ik samen met Centraal Beheer Zakelijk om jou als ondernemer verder te helpen. Welkom bij CVD-TV. Bij mij te gast Erik de Weert, een van de oprichters van het kledingmerk Giraf, met een V. Welkom Erik. Dankjewel Roy. Ik noem het een kledingmerk. Ik zat te twijfelen toen ik het voorbereiden was van, moet ik het merk dat in t-shirts doet, maar jullie doen meer hè, inmiddels. Precies, we zijn begonnen als t-shirtmerk eigenlijk. Ja. En inmiddels is het een kledingmerk. We hebben een heel complete lijn aan bovenkleding momenteel. En waarom de V in Giraf? Ja, we vonden het een leuke naam. De knipoog naar het lange beest. Maar toch anders geschreven. En die V maakt het gewoon wat stoerder. Ja, want het is ontstaan vanuit het feit dat jij zeg maar net even iets langer bent dan normaal. Hè? Klopt. Ik ben 1,97 meter. Ik heb een normaal postuur. Ja, en toen dan werd je toch gedwongen tot maat 3XL, zeg maar. Ja. En dan was de lengte net aan, zeg maar. Ja. Of net lang genoeg. En had je een tent aan. En ja. Dat zag er niet uit. Dus daar is het allemaal uit voortgekomen. Veel van de mooie ondernemersverhalen die ik hier in de bank is van die ontstaan uit een eigen probleem. Hè? Dus dat zie je hier ook. Hè? Ja, precies. Eigen probleem, frustratie. En op een gegeven moment de juiste dingen die samenkomen en het dan gaan doen. We hebben drie sleutelmomenten. Ja, je hebt er stiekem vier aangeleverd. Dus als we het redden, doen we er gewoon vier. Fuck it format. Ja. Maar we beginnen met die drie. Wat mij opviel, en dat wou ik even van tevoren vragen aan je. Het zijn drie sleutelmomenten. Het zijn, ik denk voor ondernemers die kijken, super interessant. Want ze hebben allemaal echt te maken met de business. Maar er zat geen persoonlijk sleutelmoment tussen. Is daar een reden voor? Of waren die gewoon niet zo van belang voor het zeg maar, succes van het bedrijf? Er is ook wel een persoonlijk sleutelmoment geweest. Eigenlijk zit dat ook wel een beetje achter deze verscholen. Maar deze vond ik eigenlijk het meest interessant. Denk ook voor de luisteraars. Oké, maar nou maak je me toch nieuwsgierig. Wat zit er achter verscholen dan? Nou, dat was eigenlijk in het begin. Toen ik net was begonnen met Jopie. Mijn echtgenote en compagnon. Ja. En toen was het een beetje van, ga je nou vol meedoen of niet? Die twijfelde nog een beetje. Die had ook allerlei andere interesses. Ja. En toen hebben we een keer een enorme clash gehad daarover. En eigenlijk is daaruit ontstaan dat we allebei vol er samen voor zijn gegaan. Dus dat was een persoonlijk sleutelmoment. Ja, maar die vind ik wel interessant. Hoe kwam die clash? Want ik vind het een interessant fenomeen namelijk dat je met je privépartner een bedrijf runt. Maar hoe bouwde die spanning zich dan zodanig op dat het zo clashte? Ja, de reden dat we voor onszelf zijn begonnen is ook omdat we allebei in de kredietcrisis onze baan zijn verloren. Ja. En we hadden altijd gesprekken met elkaar van als we ergens waren van waarom doen ze niet zus of waarom doen ze niet zo. Dus we wisten het eigenlijk altijd beter. Dus eigenlijk waren we eigenlijk een hele goede combi. En ik voelde ook heel erg aan dat we elkaar ontzettend goed aanvulden. Ja. Alleen, op een gegeven moment dan kom je voor de keuze staan. Dan gaan we dat doen of niet. En Jopie vond ook allerlei andere dingen leuk en die wist het niet helemaal zeker. Ze dacht altijd wel mee, dus in die zin deed ze wel mee, maar ja, op een gegeven moment, als je echt gaat beginnen, moet je gewoon 200% allebei er tegenaan. Dus je zet haar voor het blok op een gegeven moment? Dat heb ik eigenlijk een beetje geforceerd. Ja. En achteraf heeft dat echt heel goed uitgepakt. Zijn de voordelen van met elkaar ondernemen als je ook nog privé elkaar zo goed kent? We voelen elkaar heel goed aan. We hebben één gezamenlijk belang. Dus er is geen politiek of spelletjes dus eigenlijk we hebben maar een half woord nodig en begrijpen elkaar gewoon heel erg goed. We hebben net even heel kort belicht hè, wat jullie doen, zometeen naar die sleutelmomenten. Maar er zitten misschien een paar mensen te kijken, ja, Giraf, wel eens van gehoord. Kun je even kort het bedrijf schetsen waar het nu staat? Ja, nou we zijn begonnen met t-shirts in verschillende lengtes. De reden, zoals ik net zei, frustratie met het altijd tekort, altijd uit je broek glipt en dat soort dingen. Nou, in de eerste instantie zijn we begonnen met t-shirts, omdat
Nou ja, omdat wij dachten van, dat is het artikel wat de meeste mannen in hun kledingkast hebben liggen. Mm-hmm. We willen graag die 10 producten maken, bij wijze van spreken, die elke man in zijn kledingkast heeft liggen. In hoge kwaliteit. Daar is het begonnen. We kregen toen we starten. En nou kaap ik misschien de vierde vraag een beetje voor je voeten weg. Het vierde sleutelmoment. Maar ja. We kregen toen we starten. Kregen we geen geld van de bank. Het was kredietcrisis. Dus die banken die waren allemaal de duimschroeven aangedraaid. En we moesten het dus eigenlijk zelf doen. Dus dat betekende dus dat we niet tegelijk allerlei productcategorieën erbij konden doen. Want daar hadden we geen geld voor. Ja. Dus we moesten het compact houden. Achteraf is het ook heel erg goed geweest. Want daardoor is de focus enorm op die t-shirts gebleven. En hebben we dat enorm kunnen verbeteren. En zijn we eigenlijk een specialist daarin geworden. En daarmee is het een soort van groot geworden. En ja. Daardoor de basis gelegd om uiteindelijk te gaan verbreden. Precies. Oké, want dat was een van de sleutelmomenten. Geen financiering. Ja. Geen leningen, geen investeerders. Maar was dat had je het noodgedwongen? Noodgedwongen. Noodgedwongen. Achteraf ontzettend blij mee dat dat gebeurd is. Dat die bank niet heeft gezegd van alsjeblieft hier heb je rekening in klantkrediet of anderszins. Want nu zijn we dus een soort van onafhankelijk. In het begin heb je natuurlijk even moeilijk. Is het ontzettend puzzelen en de eindjes aan elkaar knopen. En alle spaarcentjes erin. En soms gaat het lukken of gaat het niet lukken. En op een gegeven moment groei je daaruit. En dan heb je dus eigenlijk een bedrijf zonder schulden. En kun je gewoon je strategie en je beleid alles doen waarvan jij denkt dat het goed is. Ja, zoals je het zelf wil. Want jullie zijn gewoon 100% eigenaar. Precies, ja. Ja. Want hoe groot is het nu qua mensen en zo? Ja, we hebben 12 FTE's, zoals dat dan heet. En dat is eigenlijk voor een bedrijf van onze omvang eigenlijk best wel weinig. En dat is ook weer de reden dat we dus geen financiering kregen. Ja. Dat we het heel compact moesten houden. Dus we hebben het altijd gewoon heel strak georganiseerd. Ook dankzij Jopie, die daar echt heel goed in is. Dus we zijn eigenlijk met een heel klein team. Iedereen doet dat toe. Het zijn eigenlijk allemaal ondernemers die in onze organisatie werken. Ze hebben allemaal een belangrijke taak en doen er enorm toe. En dat maakt het eigenlijk zo leuk, denk ik, om bij ons te werken. Dus een belangrijke les van dat sleutelmoment dat je geen financiering kon krijgen is eigenlijk dat het best goed is omdat je dan gewoon elk dubbeltje even omdraait. Precies. En van daaruit groeit en nu gewoon lean en mean bent. Precies. En dat bevalt eigenlijk heel erg goed. Wij vinden het zelf heel erg fijn. Ja. Maar goed, we hebben ook een aantal partners waarbij we dingen uitbesteden. En daar ben je dus ook heel kritisch op. Dus we hebben een aantal goede bedrijven waar we dingen uitbesteden. Ja. En eigenlijk bevalt dat heel erg goed. Een ander sleutelmoment is de productie in Europa in plaats van het Verre Oosten. Ja. Waarom die keuze? Nou, in eerste instantie, mijn achtergrond zit in de textiel en in de productie en de ontwikkeling daarvan. Je had heel veel contacten, vooral met name in het Verre Oosten. En als je begint met iets, dan heb je iemand nodig die je helpt. Dus daar zaten mijn goede contacten. Dus daar in eerste instantie begonnen. En eigenlijk gelijk de eerste productie is helemaal fout gegaan. Wanneer was dat eigenlijk? Dat was 2011 was dat. Okay. Ja. Toen eigenlijk helemaal fout gegaan. Dus we kregen het binnen en het klopte niet. De ene shirt was langer, die was breder. Er zat een rare gloed over sommige shirts. Het zag er gewoon niet uit. Het was gewoon afgeraffeld vlak voor voor het suikerfeest. En toen dacht ik van, wat is dit? En toen zei Jopie nog van, weet je, eigenlijk moeten we ontzettend blij zijn dat dit nu gebeurd is. In plaats van, als je de boel aan de lopen hebt, dat het dan gebeurt. Dus achteraf was dat echt een heel goed iets wat ons toen is overkomen. We hadden wel allebei echt de tranen in de ogen staan. We hadden zo zin om te beginnen. Alles stond klaar. En toen, dan krijg je product binnen wat gewoon niet klopt. Ja, nou, toen, je hebt het ook moeten betalen. Ik bedoel, heeft het ook een financieel gevolg, toch? Of heb je dat goed kunnen... Hoe werkt nou, dat viel op zich nog mee, want die fabrikant die ik dus goed kende, die schaamde zich zo. Die wilde er verder niks voor hebben. Ja. Maar goed, er zat wel gewoon heel veel tijd en energie in. En er weer een enorme vertraging natuurlijk. Toen had ik een half jaar daarvoor had ik een paar jongens ontmoet uit Turkije die daar productie deden. Ontzettend leuke gasten. En dacht van, die ga ik eens even benaderen weer. En die zeiden van, joh Erik, ik vertel het verhaal. Zeiden, kom, neem je spullen mee, kom hierheen. En dan gaan we kijken wat we voor je kunnen doen. Dus ik naar Turkije gereisd, spullen mee zoals we het hadden. En eigenlijk binnen 2 maanden had ik de t-shirts op de stoep staan. En helemaal perfect. Ja. Nog niet helemaal perfect. Dat hebben we later verder doorontwikkeld. Ja. Maar helemaal top. En zo zijn we eigenlijk begonnen. En eigenlijk met die mensen werken we nu nog.
En het leuke was eigenlijk van dicht bij huis produceren. Laatst zijn we ook in Portugal gaan produceren erbij. Maar het leuke van dicht bij huis is, je kan er zo even naartoe. En dat is wel belangrijk als je een product wilt doorontwikkelen. Het gaat uiteindelijk om de details van zo'n product. Dus ik ben vervolgens elke maand, 6 weken ging ik naar Turkije. En dan nam ik alle klachten die we kregen mee. Dan zei ik van jongens, hoe kan dit? Kan dit niet beter? Moeten we niet zus doen of zo doen? Dus hebben we eigenlijk gewoon die eerste 5 jaar dat we bezig waren, hebben we op allerlei kleine onderdelen, dus hebben we het product zo doorontwikkeld. Ja. Dat het eigenlijk bij elkaar een hele grote stap was. En dat we eigenlijk een ontzettend mooi product hadden gekregen. Dus het is een combinatie van kwaliteit en communicatie? Precies, ja. Precies. En het is ook belangrijk, ik denk dat het belangrijk is om wel regelmatig daar te zijn. Om te begrijpen waar zijn we bezig zijn. Er zijn vaak innovaties, ook in het textiel. Kleine innovaties, grotere wat innovaties. Wat valt nou te innoveren aan een t-shirt, Erik? Er valt heel veel. Bijvoorbeeld, een van de belangrijkste dingen van een t-shirt is bijvoorbeeld de boord van een t-shirt. Je wilt graag dat die boord mooi blijft en strak blijft. Dat betekent dat het heel veel tunen en tweaken is met de juiste verhouding van stoffen die daarin zitten, of het juiste garen voor die boord gebruiken, de juiste dikte van het garen gebruiken. En dan krijg je dus dat hij na het wassen, dat hij mooi blijft. Daar hebben we heel erg mee zitten rommelen en doen. En uiteindelijk lukt dat. Dus ga je nooit meer inkopen in, ga je altijd inkopen in Europa voortaan? Ja, in principe wel. In deze tijd ook niet echt. Eigenlijk is het ook gewoon hartstikke goed, denk ik. Ik bedoel, wij doen zeg maar hele kwalitatief hele mooie basics. Mm-hmm. Die heel lang meegaan. Nou, dat is eigenlijk precies de trend waarin we nu zitten. Hè? Ook een duurzame trend. Ja. Slow fashion. Hè? Buy less, buy better. Dat is eigenlijk een beetje waar wij helemaal achter staan. Mm-hmm. Dus koop gewoon goede spullen die lang meegaan. Is voor het milieu het beste. Mm-hmm. En voor jezelf ook. Want je hebt wel de hele tijd gewoon een heel mooi shirt aan. Ja. We hebben, het is wel leuk, want het zijn voor de kijkers, het zijn eigenlijk heel mooi business gerelateerde sleutelmomenten. 1, als het gaat om retail en inkoop. Die hebben we nu gehad. 2, landelijk adverteren in kranten, magazines en op billboards. Vertel eens jullie advertising strategie. Ja. We begonnen en op een gegeven moment, omdat Joop en ik het samen deden, moesten we er uiteindelijk ook van gaan leven. Ja. Dus het was geen hobbyproject. Nee. Dus we moesten het wel serieus gaan aanpakken. Nou, het leuke eigenlijk van beginnen in een crisis is dat andere bedrijven het ook moeilijk hebben. Dus wij zagen ook dat mediabedrijven, hè, kranten, magazines en die hadden ook gewoon moeite om hun ruimtes op te vullen. Mm-hmm. We hadden een hele goede uiting verzonnen. Hè? Het t-shirt met de 3 balkjes eronder. Wat precies aangaf, eigenlijk in 1 oogopslag, wat het was wat we deden. Mm-hmm. En die leende zich eigenlijk uitstekend voor een advertentie. Een volledige pagina in een magazine of op een billboard. Nou, en zo zijn we eigenlijk een beetje begonnen. Dat die bedrijven ons benaderen van, joh, wil je niet adverteren? En hebben we eigenlijk last minutes iedere keer gepakt. Want we hadden natuurlijk weinig geld. Ja. Die krijgen voor een behoorlijk gereduceerd tarief. En dankzij die landelijke exposure hebben we in korte tijd gewoon enorme groei kunnen realiseren. En dan kom je in zo'n flow, dan gaat het balletje rollen. Mm. Dus mensen proberen het shirt, denken van goh, wat fijn, zo'n lange shirt en goede kwaliteit, het zit lekker. En mensen gaan erover praten met andere mensen en dan... Ja, dan gaat het balletje rollen. Dus zeg je dat landelijke media, of ik noem maar even, hè, de media die een redelijk groot bereik heeft, hè, billboarding, magazines, kranten, dat in eerste instantie je merkbekendheid met name gepusht heeft? Ja, dat heeft het enorm versneld. Ja, maar je zegt last minute inkopen, gewoon lekker goedkoop. Ja, dus precies. Dan heb je nog wat over. Dus we hadden op donderdagmiddag, was vaak zo'n moment bij die redacties dat het magazine dat het klaar moest zijn. Ja. En er waren nog een paar lege plekken. En dan stonden wij in op het telefoonlijstje om te bellen. Mm. En hadden we de advertentie klaar liggen. En hadden we zoiets van, voor zoveel doen we het. Ja. En anders verkopen we hem aan iemand anders. En vaak was dat goed. We hebben financiering gehad. We hebben productie in Europa gehad. Landelijk adverteren is toch ruimte voor de 4e. Dat vind ik ook een interessante. Online only. Dus jullie zijn een online-only merk. Ja. Je hebt geen eigen winkels, je verkoopt niet via winkels. Nee. Wat is daar de reden van? Nou, we zijn een beetje traditioneel begonnen, maar we dachten, we moeten ook aan winkels verkopen. Mm-hmm. Dus toen we begonnen ging ik 1 dag in de week met het rekje t-shirts door het land.
En wil je mijn t-shirts kopen? En dit is de voorraad. Maar goed, wat ik al zei, het was kredietcrisis. Dus dan kwam je bij een retailer binnen en dan voelde je gewoon dat er interesse was en behoefte. Maar dat er geen geld was. Mm-hmm. Dus dat was een heel geleur, was dat. Maar ja, ik vond het ook niet leuk om te doen, om eerlijk te zijn. Koude acquisitie, dat is toch wel echt een vak. Ik vind het trouwens heel knap, mensen die dat heel goed kunnen. Ja, ik kan het echt totaal niet. En toen, op een gegeven moment hadden we 25 winkels die het verkochten. En toen merkten we eigenlijk dat van die 25 winkels, waren er eigenlijk een paar die het echt heel goed verkochten. Er waren vaak mensen die hun klanten heel goed kenden, die ook zelf actief in die winkel bezig waren. Nou, eigenlijk die klanten hebben we nu nog steeds en die anderen zijn afgehaakt. En die hebben we nog steeds omdat we het, ze hebben ons toen geholpen. Het zijn fijne mensen. Maar we nemen die andere winkels zijn afgehaakt en we nemen ook geen nieuwe klanten meer aan. Ook omdat we onze eigen strategie willen volgen. Dus af en toe heb je eens een keer een aanbieding in iets. Of als je de 6 koopt, dan krijg je korting. Of je krijgt er iets bij, zeg maar. Nou, het geeft allemaal gedoe als je ook via winkels verkoopt. Die zegt van, wij verkopen het voor de normale prijs. En nu... Ja. En we hadden een keer een winkel die enorm ging stunten met onze artikelen. En dat was dus heel erg vervelend. Want dan heb je dus een concurrent. Dat ben je zelf. En toen krijgen we ook nog van, bemoei je met je eigen zaken. We bepalen zelf de prijs. Toen dachten we van, dat is echt ontzettend vervelend als dat gebeurt. Mm-hmm. Dus toen hebben we besloten van online only. Nederland of ook buitenland? Nederland hoofdzakelijk, maar we zijn 4 jaar geleden ook actief geworden in Duitsland. En inmiddels ook op tv in Duitsland en ook een heel Duits team hebben we daarop zitten. En dat gaat nu ontzettend goed. Duitsland is wel een hele moeilijke markt. Mm-hmm. Natuurlijk een hele grote markt. Hè? Mm-hmm. Dus iedereen denkt dat Duitsers zijn hetzelfde als Nederlanders. Dat is absoluut niet zo, ze zijn wel anders. Ze houden wel van goede spullen. En waarom is dat een moeilijke markt? Je moet echt doorzetten. Het is een lange adem. Het is niet van, bijvoorbeeld als we een advertentie deden in Nederland. Nou, daar hadden we direct resultaat. Weet je, stond de webshop het hele weekend rood gloeiend, bij wijze van spreken. Verkochten heel veel t-shirts. En in Duitsland hebben we dat ook. Dachten we, dat gaan we in Duitsland ook doen. Gebeurde helemaal niks. En in Google Analytics zag een heel kleine stijging. En het is nog eens een keer ontzettend duur. Het is veel duurder dan in Nederland. Ja. Dus wij dachten, op deze manier, dat lukt gewoon niet. Ah. En toen zijn we op een gegeven moment inderdaad ook met tv begonnen. En daar hebben we een hele goede partnership afgesloten. Aangeslagen. Ja, dus dat werkt nu heel goed. Een confronterend moment met je partner, zeg maar, privé en zakelijk, om te beginnen. Ja. Zijn er in die, want je bent nu een jaar of, zo'n 10 jaar of zo? 11 jaar. 11 jaar. Ja. Zijn er nog spannende momenten geweest met jullie tweeën? Niet echt hele spannende momenten eigenlijk. Want qua strategieën zo hebben we altijd een beetje dezelfde mening gehad. Dus, we zien de toekomst dan altijd even hetzelfde. Dus dat is niet spannend. Mm-hmm. Nee, eigenlijk was dat een beetje zo'n soort clash in het begin die we hebben gehad om ons even allebei goed op het spoor te zetten. Ja. We hebben af en toe wel enorme discussies. Vooral in het begin hadden we dat heel erg. Ja. En toen dachten we van degene die het hardst praatte, die krijgt gelijk. Uiteindelijk hebben we daarvan geleerd. En op een gegeven moment word je gewoon veel professioneler daarin. Ja. En weet je gewoon, jij hebt nu gelijk. Je hebt gewoon gelijk. En andersom, precies hetzelfde. Dus, en jullie vinden elkaar nog steeds aardig. Ja, zeker weten. Hey, wat zijn de plannen voor de komende jaren? We blijven focussen op Duitsland. Het is natuurlijk heel verleidelijk om allerlei andere landen opeens erbij te gaan pakken. Maar zoals ik al zei, als we iets doen, doen we het goed. Ja. Duitsland hebben we nu een goed team bij elkaar. En dus daar blijven we op focussen. Duitsland is heel groot, dus daar is dan genoeg te doen. En als dat klaar is, dan kijken we wel weer verder. Het is ook heel moeilijk om langer dan een paar jaar... Vooruit, een paar jaar is al moeilijk. Ja. Je kunt er haast niet meer vooruit kijken. Dus we bekijken het van jaar tot jaar. Voorlopig focus op Duitsland en Nederland.
Dan wens ik jullie beiden daar heel veel plezier mee en heel veel succes. En dankjewel voor het delen van jouw sleutelmomenten. Dankjewel en leuk om te doen. Ja, het was superleuk. Dankjewel Erik. En dank jullie wel voor het kijken naar weer een gesprek uit deze serie Sleutelmomenten. Wil je nou meer leren van andere ondernemers en hun sleutelmomenten? Check dan onze playlist op YouTube of luister naar ons podcast. En je kan ook naar de podcast van Centraal Beheer Zakelijk kijken. En namens Centraal Beheer Zakelijk en mezelf en Erik, dankjewel voor het kijken. Hoi!